Vijfde examenwerkwoord is geef. Soms ook wel uh, als noem gebruikt. En wanneer er staat geef, dan is het eigenlijk vrij makkelijk. Je hoeft alleen het antwoord te geven, je hoeft geen uitleg te geven. Dus dat kan vaak een antwoord zijn in uh, één of enkele woorden. Wel even opletten, want soms staat er dan bij licht toe. Ja, en dan uh, ben je nog niet klaar. Dan moet je ook even uh, uitleggen waarom je je antwoord hebt uh, gegeven die je hebt opgeschreven. De volgende. Is leid af. En leid af um, heeft altijd te maken met een uh, formule of een vergelijking. Je krijgt een uh, nieuwe formule en je moet dan laten zien hoe je aan die nieuwe formule bent gekomen. En dat doe je dan vaak met, uh, door gebruik te maken van bekende formules. Wat je dan gaat doen met die formules, met die bekende formules, is wiskundige bewerkingen uitvoeren en dan zo dat je uiteindelijk op de nieuwe formule komt. Wat is dan uh, belangrijk bij een leid-afvraag? Nou dat je. Heel goed de stappen van je redenering laten zien. En let erop dat een leidafvraag totaal iets anders is dan uh, een getallenvoorbeeldje laten zien om te laten zien dat uh, formules hetzelfde zijn. Of uh, een eenhedenbeschouwing gaan doen en zo uh, aantonen dat de eenheid van de ene formule hetzelfde is als de eenheid van de andere formule. Is niet goed, krijg je geen punten voor. Voorbeeldje van een leidafvraag. Leid de volgende vergelijking af met behulp van formules uit de BINAS. Nou, dit is een heel bekend voorbeeld, een heel makkelijk voorbeeld. Volgens mij staat uh, deze formule zelfs gewoon ook uh, zelf in de BINAS, maar het gaat gewoon even als voorbeeldje. Nou, een leid-af uh, leid, uh, vraag is dit. We moeten dan uh, de juiste uh, formules uit BINAS zien te vogelen. Dat zijn deze twee formules, de wet van oom en de wet die iets zegt over het vermogen. We gaan deze twee uh, formules uh, combineren. En dat gaan we in dit geval doen door middel van substitutie. Ik ga de linker formule invullen in de rechter formule. En tot slot ga ik de boel herschrijven. En uh, voilà, ik uh, heb eruit gekregen wat ik eruit heb gekregen. Dus vaak is zo'n leidafvraag, afvraag, heeft ook als voordeel dat je het antwoord al weet. Dus je kunt ook een beetje naar het antwoord toewerken. Nummertje 7 van de examenwerkwoorden is teken. Wanneer een vraag begint met het woord teken, dan weet je dat je uh, een grafiek of afbeelding moet maken die klopt. Niet alleen qua vorm, maar ook op het ge gebied van de belangrijkste waarden. Dus het kan best zijn dat je dan ook nog dingen moet uitrekenen voordat je kunt gaan tekenen. Maar die tekening moet eigenlijk zo goed mogelijk kloppen met uh, de situatie die uh, je gevraagd wordt te beschrijven. Ook bij een uh, tekenvraag heb je natuurlijk ook altijd wel een marge. Uh, je kunt nooit, niemand kan perfect iets tekenen, maar je mag, mag er niet te ver van afzetten. Voorbeeldje: dit zou bijvoorbeeld een, uh, een tekenvraag kunnen zijn bij het hoofdstuk uh, over trilling en golven. Teken een UT-grafiek van een trilling in de eerste 0,10 seconden. Nou, ik ga hem niet uh, tekenen, maar ik ga je wel zeggen wat er in die tekening, als dit een proefwerkvraag, een toetsvraag zou zijn, wat er dan toch zeker wel moet kloppen. Uh, dan moet je de uh, uh, gegevens hebben uh, gekregen waarmee je de amplitude kunt bepalen. Dus de amplitude moet dan toch zo goed mogelijk kloppen in je tekening. En ook de toppen en de dalen, die moeten op de juiste tijdstippen liggen. Een examenwerkwoord die een beetje lijkt op teken is construeer. En wanneer je iets moet construeren, dan uh, moet je vaak uh, en iets tekenen en er daarnaast nog iets mee doen. Dus uh, een construeervraag is vaak wat complexer dan een uh, tekenvraag. Uh, ook hier geldt natuurlijk licht goed toe wat je aan het doen bent. En ook hier geldt: um, dit doe je nooit perfect, precies, maar doe het zo precies mogelijk. En zorg dat je binnen een marge van het antwoordmodel afkomt te zitten. Voorbeeldje: uh, dit is een heel bekend voorbeeldje. Ik heb een massa die hangt aan twee touwen. En uh, de vraag is nu: uh, het, woord, het eerste woord wat je ziet staan is bepaal, maar. Je ziet het vaak ook in, op deze manier: een construeervraag. Bepaal en dan door middel van constructie bij de spankrachten in de touw. Nou, ik heb het al gezegd, als je dat dan gaat doen, ik ga hem niet helemaal uitdoen, maar hij is best wel uh, complex, best wel een lastige vraag. Uh, dit, Dus ik ga hem niet helemaal uitleggen. Maar ik geef je wel als hint om zo nauwkeurig mogelijk te werken en om elke stap die je doet goed toe te lichten. Nummer 9 van de examenwerkwoorden is schets. Nou, schets uh, lijkt op tekenen, maar uh, er zit toch wel een duidelijk verschil. Want bij een schets hoeft de tekening of grafiek niet uh, helemaal te kloppen qua, qua exacte waarde. Maar de vorm moet toch wel in grote lijn het proces wat jij wilt beschrijven, goed beschrijven. Nou, een voorbeeldje: stel dat de vraag zou zijn: schets de situatie van de tweede boventoon in een snaar. Ja, dan zie je daaronder het plaatje, zoiets zou je dan kunnen schetsen. Ja, wat moet er dan? In dat plaatje, zeker toch wel uh, staan, wil uh, de schets ook goed zijn. Uh, de uiteinden moeten dan natuurlijk knopen zijn, want daar zitten snaren vast. En er moeten drie herkenbare buiken en twee herkenbare knopen in jouw tekening zitten tussen de beide uiteindes. En dat elk van die drie uh, halve golflengtes niet precies even lang uh, is, is niet zo heel belangrijk. Dat die amplitudes misschien niet helemaal perfect getekend zijn, is ook niet belangrijk, want er staat immers schets. Het laatste examenwerkwoord is het werkwoord schat. Wanneer een vraag begint met het woord schat, dan hoeft de gevraagde grootheid alleen maar bij benadering gegeven te worden. Dus het is dan onmogelijk om hem precies te bepalen of te berekenen, maar uh, je moet hem dan uh, op een andere manier zien te uh, achterhalen. Sommige mensen denken dat als er schat staat, dat dan zo'n beetje alles wat je opschrijft ook goed is. Nou, dat is niet waar. Zorg dat je altijd een onderbouwing hebt van hoe je aan jouw schatting komt. Dus je moet je schatting altijd goed toelichten. En doe dat ook zo dat jij uh, duidelijk laat zien hoe jij tot die schatting bent gekomen. Nou, voorbeeldje is: uh, kijk naar het fo fotootje en uh, de vraag zou kunnen zijn: schat de hoogte van de T-rex in de afbeelding. Verder krijg je geen gegevens erbij. Uh, en je moet hier dus een beetje creatief worden. Um, en dat zou je bijvoorbeeld als volgt kunnen doen. Je kijkt naar het plaatje en je ziet dat de T-Rex ongeveer drie keer zo hoog is als de vrouw. Je schat de lengte van uh, een gemiddelde Nederlandse vrouw. Nou, ik heb gepakt 1,70 meter ongeveer. Ja, dan is de T-Rex ongeveer drie keer zo groot. En dat is dan ongeveer 5 meter. Schrijf niet op 5,10 meter. 10. Dat is een beetje onzin, want uh, het is een schatting. En je weet dat echt niet op de centimeter nauwkeurigste schatting. Dus 5 meter... Is een aannemelijke schatting en daar kun je dan mee verder rekenen bij de rest van de opgave. Even heel kort uh, samengevat: nou, aan de linkerkant zie je alle tien de examenwerkwoorden staan. Vergeet niet dat je ze hebt, want zo'n examenwerkwoord is letterlijk en figuurlijk de eerste stap naar het goede antwoord van de vraag.